Ding, ding. Het is toch geven en nemen? Ja, ja, we geven en nemen, ja. Ja, maar als het van we laten gewoon ons eigen erfheid expecteren, ja, omdat we het 14 jaar hebben gepikt. Ach, doe nou toch, Klaas. Nou. Doe nou toch. Heeft u nu ook altijd al rijdende rechter willen zijn? Pak dan nu uw mobiel of tablet en speel mee op live.ncrv.nl. Nou, dat is dus niet waar. Zoek het maar uit en boem, klap, het was het. Ga iemand hier zitten zieken? En ik heb niks met de buurman of de buurvrouw te maken. Het is net of je dan al de verleugenaar neergezet wordt. Ja, wat moet ik daar nou mee? Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat vinden de buren Drocht en Meijer ook. Ze wonen dan ook naar volle tevredenheid naast elkaar in Westerland. Maar dan krijgen ze mot. De familie Drocht heeft er nu schoon genoeg van dat de familie Meijer steeds maar over hun terrein gaat. Klaas Drocht besluit om zijn grond te omheinen. En dat schiet de familie Meijer in het verkeerde keelgat. Hun jarenlange recht van overpad komt in gevaar. Hier gaat het om. Dit is ons erf. Langs deze palen en hier langs de palen richting de hooischuur. Hier gaat het om. Zonder dat we het wilden, is in het tijdbestek van nog geen maand, zijn wij in een zeer lastige situatie terechtgekomen. We kunnen niet eens meer op ons erf komen. We kunnen daar niet meer komen. Als een van mijn paarden, ik hoop het niet, dood ligt, kan er niet eens een trek komen om hem eruit te halen. Wat moet je daar nou mee? Dit is ons huis. Dit is het huis van de buren. Mijn buren mogen ook over dit pad heen, want ze hebben voor onze woning hebben zij recht van overpad. Als hij met de auto aankomt rijden, rijdt hij het pad op, rijdt hij de paardenbak in, rijdt terug, zet hij voor zijn auto neer met aanhanger en gaat hier zijn auto uitladen en hij gebruikt het om te lossen. We hebben heel veel geld in de bak gestoken. Ze kon het hele jaar rond, behalve als het sneeuw of glad was, kon ze erin rijden. De dochter ging op een gegeven moment ook rijden. Kwam ook allemaal gewoon op ons erf, was nooit geen probleem. En nou mogen we niet eens met visite, als we een rondje tuin doen, even naar het hek toe lopen om naar het land, even naar de beestjes te kijken. Waar hebben we het over? En gewoon netjes het deurtje openmaken. Helemaal geen punt. Nooit een punt geweest. En nu is het een punt. Wat moet je daar nou mee? Ik had hier een tuintje. En je ziet de verschil met de stenen, daar was die tuin. Maar ik denk van, nou ja, je ziet hem toch zelf niet. Haal hem weg. Dit tuintje wat ze eigenlijk voor het aangezicht van de buren deed, heeft mij elk jaar aan beplanting eigenlijk vermogen gekost. Ik heb mevrouw altijd voor gek verklaard, maar toen op een gegeven moment eindelijk kreeg ik toch mijn zin om het dicht te gaan straten. En af en toe eens een keer of onze padentrailer of in dit geval het bagagekarretje neer te kunnen zetten. Het is mijn eigen erf, dus daar mag ik gewoon op doen wat ik wil. Suzanne die had die tuintje zo doorgetrokken, juist om te voorkomen dat Klaas daar geen rommeltje van maakte. En op een gegeven moment werd het weggehaald. Toen vroeg ik aan haar, wat ga je nou doen? Vrienden van ons konden netjes de beplanting weghalen die wij in de tuin hadden staan. En toen, de volgende dag, stond mijn buurvrouw op die rare manier bij mijn vrouw van wat hier de bedoeling van was. Ja, dat gaan we opruimen en dan gaat Klaas daar af en toe wat neerleggen. Toen heb ik gezegd, Suzanne, af nou, Klaas kennende, af en toe is bij Klaas altijd. Ja, en dat was voor mij eigenlijk een beetje de druppel dat ik dacht van nou, ik ga nou eerst de boel verder uitzoeken hoe het zit. Ja, nou toen is het begonnen. Terwijl we voor die tijd normaal met elkaar, als er wat was, konden we het normaal met elkaar bespreken. Er is nooit wat aan de hand. En wat moet je daar nou mee? Als ze overdag in de tuin bezig zijn, lopen de hele dag hun honden gewoon op ons erf. Kom ik dan 's middags thuis en ik kom door het hek heen lopen, ik heb de deurkruk nog niet vast. Dan is het eerste wat ik hoor een grote brul van, denk om de honden. Ja, sorry, jouw honden hebben niks op mijn erf te zoeken, daar hoef ik geen rekening mee te houden. Ja, maar daar heb je ook nog nooit wat van gezegd. En die honden, die lopen hier alleen als hun aan het werk zijn. In het weekend en in de vakanties lopen ze hier al niet. Maar ik heb er nooit wat van gezegd. Nooit.
Hun hebben zo'n grote erf, laat de honden daar lopen. Ik wil gewoon rust en niet dat geblaf van die honden. Dus ik was lekker vol bezig, het was mooi weer. Kaylee was nog thuis, hun dochter, jongste dochter. En op een gegeven moment komt Kaylee eraan en die honden die gaan naar haar toe. Kaylee lekker met spelen, niks aan de hand. S'avonds ligt er een scheidbrief. Godverdomme, nou liggen jullie honden weer op het erf. En wat moet ik daar nou mee? Tot de dag van vandaag nog aan toe kom ik mijn buren tegen. Is nog steeds goeiemorgen, is nog steeds goeiedag. En vanaf hun kant, ja, niks. Ja, jongens, waarom nou? We leven met z'n allen op deze planeet. We moeten er met z'n allen wat van maken. Waarom moet het op deze manier? We vertrouwden ze voor meer dan 100%. Nu is er wantrouwen. Heel veel wantrouwen. En we denken nu, was het wel allemaal oprecht wat hun gedaan hebben? Of was het uit eigen belang? We zijn zo ontzettend teleurgesteld. En de vraag blijft, waarom? Rijdende rechter, onze eis is dat onze buren de erfdiensten gewoon gaan gebruiken zoals het hoort. Dat zij zorgen dat hun honden gewoon op hun eigen erf blijven. En dat de rijdende rechter ook laat zien dat mijn schuur en stallen helemaal niet op hun erf staan. Rijdende rechter, onze eis is dat die palen weggaan. Dat we weer normaal met de auto op het erf kunnen komen. Dat we niet steeds moeten vragen of die bus van hem weg kan voordat wij erop kunnen. Dat als de honden niet meer hiervoor mogen lopen, dat hek ook weg kan. Want dat hek is in overleg neergezet. En dat heeft dan geen functie meer. Dat er een goot onder zijn dak komt met het dak op zijn eigen erfgrens en niet op de onze. Wat hadden we nog meer? Nou, welkom in de studio. Dat was een hele lijst, hè? Hoe was het voor u beiden om dit zo terug te zien? Pijnlijk. Ja, pijnlijk, hè? Ja. Ja. Het ontroert u ook, hè? Ja. Leuk is het niet, natuurlijk. Nee. En voor u? Afschuwelijk. Ja. Een nachtmerrie. Een nachtmerrie. Ja. En die heeft u ook echt letterlijk, toch? Ja. Want we weten niet waarom. Wat hebben we ze misdaan? Ja, vraag het ze. Heeft u dat wel eens... Wat hebben we jullie misdaan? Gewoon heel erg last van die honden. Ach, ja, maar die honden die lopen daar bijna. Nee, helemaal niks misdaan, nee. Had het al gezegd? Nee, er is toch is wel over de honden gezegd. Het is gewoon heel erg last van de honden gehad. Er zijn wel liever honden op zichzelf. Ja. Maar dat geblaf van ze. En ik ben iemand die durft nooit wat van te zeggen. Ik durf niet nee te zeggen. En ik loop liever weg van iedereen. Met gevolg dat wij niet weten wat hun stoort. Ja. Als hun gewoon hadden gezegd... Als hun gewoon hadden gezegd... Goh, kunnen jullie voor de honden niet een hek maken dat ze niet meer voor kunnen komen? En natuurlijk. Gaan we nu ook doen. Maar bent u een beetje dominant naar de buurvrouw? Nee. U zegt ja. Zij heeft invloed op mijn vrouw. Hij zegt invloed op mijn vrouw. Kijk, ik heb met mijn buurman heel vaak het hierover gehad. Over deze kwestie. Maar over dat ze over de grenzen van uw vrouw heen gaat. Ja. Kijk, wij weten hoe mijn buurman is. En als er wat is, dan staat mijn buurman op een niet al te leuke manier bij ons binnen. Noem eens een voorbeeld. Want, mijn man had de hek uitgehaald. En het was 7:30 in de ochtend. Ik had mijn voordeur open voor de hond. Ja. Ik hoorde een ene uit de gang wat. En ik ging kijken boven bij de trap. En het was buurman. Die kwam vragen waarom het hek uit was. Dus die was in uw huis gelopen? In mijn voorgang. En ik was erg verbijsterd. Dat doet u altijd zo? Jawel. Maar dat was niet 7:30. We hadden elkaar sleutel zo. Ja, maar ze geeft eigenlijk dus nu aan van dat vind ik niet fijn. Nee, dat is niet te zeggen. Dan? Hadden ze het moeten zeggen. Ja. Maar dat is volgens mij waar het over gaat. Want u heeft volgens mij ook, u zegt dat ook in het filmpje, heel lang de boel proberen goed te houden. Hè? Proberen te sussen. Ja. Kijk, je leeft toch naast elkaar. Kijk, dan op een gegeven moment denk je ook bij eigenlijk, ik hoef dit niet altijd te pikken. Begrijpt u wat ze zeggen? Niet. Want dit wat wij nu doen, doen we al 14 jaar zo. Al hoeveel jaar? Zolang 14. Ze daar wonen. Ja. En daarvoor ook al. En er is nooit op enig moment iets van gezegd. Nee. Zij kwam bij ons op het erf met de paarden. En die meter die we gebruikten om even naar een baaltje hooi te halen. Mm-hmm. Dat is altijd zo geweest. Maar is het voor u zo van, omdat we dat altijd hebben gedaan, is het heel raar. Ja, maar als je nooit wat zeggen.
Nou ja, maar als u dan nu hoort van ja. dat zij dat eigenlijk moeilijk vinden... Ja, dat, ze het moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven... en dat meneer zeg maar, het ook nog eens een keer probeert te sussen. Hoe ziet u dat dan? Dit is voor ons gewoon nieuw. Helemaal nieuw. Ik heb in het begin gezegd, als het een voordeel of mijn nadeel is... ik kan mij niet schelen als iedereen opheldering over heeft. Ja. Klaar. Ja. Dat we allemaal maar aan toe zijn. Ja. Nou, daar gaan we dus nu naartoe werken. Want u krijgt straks een uitspraak van meester Vis. En dan weet u beiden waar u aan toe bent. Of het dan ook de relatie weer herstelt. Dat weten we niet. Dat weten we nog niet. Maar voor een erfgrens draait meester Visser zijn hand natuurlijk niet om. En u kunt thuis op uw tweede scherm nu meedoen... om te kijken of u er net zo over denkt als meester Visser. En samen met de mannen van het kadaster gaat meester Visser op onderzoek uit. En in Westerland wordt hij onder grote belangstelling opgewacht. Goedemiddag. Dit is het eerste hek. Dit is hek 1. Ja. Oké. Goedemiddag. Goedemiddag, Klaas Roep. U woont in dit huis? In dit huis, ja. Ja. Oké. Goedemiddag, Nel Meijer. Nel Meijer. En dan woont u? Dat huis dan. In het woonhuisje. Oké. Heren, fijn dat u er bent. Nou, dan laten we gelijk maar beginnen met de grensopmeting. Doe vooral voorzichtig. Niet dat straks heel Wieringen zonder stroom zit. Ja, daar komt ie. Een oude betonpaal hier. Ja, een oude betonpaal. En dat is een oud, een oud punt. Een oud punt waarop al dat gemeten is. Ja. Dit is het punt. Oké, okay, dus dit is van? Maar verderop. Een andere buurman. Andere buurman. Ja. Oh, vandaar dus te kijken. Ja, vandaar. Gratis en voor niks. Kijk. Ja. Ja. Dan staat dit is goed. Ja. Dan heeft u dat goed neergezet. Ja, goed hè. Ja? Nou. Niet helemaal, want hij gaat daar. Gaat hij het hoekje om? Ja. Ook hier hebben we een punt gevonden. Ook een steen van een detail, van wat middellang zijn om diep te zijn. Oh ja. Dus ik moet hiervan een rechte lijn trekken naar. Ja. Naar dus deze paard is dan niet helemaal goed? Nee. Een beetje. Nou, ik had hem aan de hand van de gegevens, had ik me uit de gevel vandaan gemeten. Je hebt zelf staan meten? Ik heb gegevens aan het kadaster opgevraagd. De landmetersveldkaart, waar de juiste maten op staan. Kijk, mijn bedoeling was om aan deze kant de schutting te zetten en dan hier een poort te maken voor de buren, richting hun woning. Dan kunnen ze er niet met de auto door? Nou, ze kunnen er sowieso niet met de auto door, met die kruiwagen daarop. Ja, maar nee, die kruiwagen kan je wegrijden. Die is nooit weg, hoor. Nee, maar daar gaat het ook niet voor. Ga jij er ook hier wel voor? Nou, kijk, weet je wat we dan doen? Dan kunnen we ook die paal hier neerzetten. Dan maken we hier gewoon een dubbele poort. Dan ga je gewoon met de auto hier overheen. Dan rij je met je auto, als je daar gaat laden, laai je met de auto hier overheen. Dan ga je gewoon hier staan laden en lossen in plaats van hier. Dit is de hooischuur? Ja. Er is geen garage? Nee. Een berging. Over mijn erf heen. Ik heb wel weer een auto in. Wat mijn buren doen, die halen uit deze schuur een baaltje hooi, lopen met de kruiwagen richting die schuurstrook, daar naar de stallen toe om de paarden hooi te geven. Terwijl het eigenlijk gewoon via hun eigen erf hoort. En voor wie mochten we dit oog hierin zetten? Jaren geleden. Nee, moet je goed luisteren. In het begin hebben wij er nooit een probleem mee gehad. Nee. Ik mocht van Suus ook nooit wat zeggen, want ik heb me eigenlijk al jaren aan geërgerd. Het is alleen zo, sinds de laatste 5 jaar dat jullie thuis zijn, ben ik gewoon de manier waarop jullie ons erf gebruiken, ofwel misbruiken. Ik ben 5 jaar thuis. Cor is ongeveer 5 jaar met pensioen. Nou, laten we het op 4 jaar houden. De manier waarop jullie het gebruiken, dat zijn wij gewoon zat. Maar goed, over. Hij gaat over hun grond. Ja, dat zie ik. Maar dat is al vanaf 91. Zou kunnen. Ja, maar uw dak gaat dus over hun erf heen. Nou, dit is de erfgrens. Dus dit stukje gaat het dak inderdaad over de erf heen. Ja. Dat is wel een slordig puntje. Kijk, zet even een... Als zij die deur moeten dicht timmeren, dan zouden zij kunnen zeggen, zagen we een stukje van het huis af. Geen probleem. Geen probleem? Nee. Lekker. Nee. Nou, hoort al. Nee, geen probleem. Komt voor elkaar. Nou ja, het is niet geëist dat het wordt afgezaagd. Er moet in ieder geval een groot om. Maar dat zeggen we ook al jaren. Ja. Want al dat water klettert op ons dakje.
Ja. Nou, hoe kom ik hier achter? Hier, oh, we kunnen die kant op lopen. Allemaal. Oh, achter heeft u ook een heel paradijsje gebouwd. Ja. Oh, u kunt hier uit. U kunt eigenlijk voor de deur parkeren. Kunnen we ook. Alleen soms hebben we hem voor ook nodig. Met hooi halen en takken. Ik begrijp het, ja, maar het is op de manier waarop het gezegd wordt. Als Klaas toevallig wat heeft voorstaan, niet elke dag, maar dan komt Cor binnen 5 minuten aanlopen met armen zwaaien, schreeuwend. Die moet aan de kant. Het wordt niet gewoon gevraagd, jij komt bij mij binnen, stappen. De auto moet weg, op de bus moet weg, want ik moet erbij. Mijn bus staat nooit voor de deur, dat is sporadisch. Die staat altijd voor aan de weg. Ik denk, als mijn bus 6 keer per jaar voor de deur staat, dan is het heel veel. En dan moet je niet raar gaan doen, El. We gaan weer terug. Nou, ik denk het allemaal wel gezien heb hier. Dan zie ik u straks terug voor de hoorzitting. Zo, overal of vijf. Sterker, we gaan er nu heen. En dan gaan we over de zaak praten. Ja? Oké, tot straks. Ja, je kunt je bijna niet meer voorstellen dat deze buren de deur bij elkaar plat liepen. En dan voor jullie de stelling. Word nooit vrienden met je buren. Het gaat helemaal niet over die dingen. Ze hadden zich heel veel kosten en moeite kunnen besparen door gewoon met elkaar om tafel te gaan zitten. Maar er komt dan een moment in zo'n relatie dat het niet meer kan. En dat vind ik heel tragisch, want die mensen hebben eigenlijk helemaal geen hekel aan elkaar. Ja, maar met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Ik bedoel, die keffertjes die lopen de hele dag over dat erf. Ze gaan zich met de inrichting van die tuin bemoeien. Wat is de volgende stap? Dat ze gaan bepalen welke gordijnen de buren moeten ophangen. Dat is al jaren zo. Dus op het moment dat het stopt in één keer, kan ik me voorstellen dat die mensen zoiets hebben van... Het is wel een beetje gestopt. Terwijl ze altijd hebben gedacht van, nou ja goed, het gaat goed met elkaar. Ja, ik kan die mensen heel goed begrijpen. Ja, maar omdat er tegen hen nooit is gezegd van, precies, dit gaat te ver. En ineens wordt er gezegd... Het is geen reden. Nee, ik vind het geen reden. Dat heel lang mensen stil zijn geweest en de buren daarvoor, dat die dat ook hebben toegelaten, wil nog niet zeggen dat het allemaal maar mag. Het feit dat mevrouw niet makkelijk durft te zeggen, het zit weer in haar karakter, hè, van nee of ik wil het niet. Mevrouw Meijer in haar karakter is wel heel direct. Ja, het zijn karaktereigenschappen van mensen, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee iets goed praat. Je hebt nu eenmaal in de maatschappij mensen die geven en mensen die nemen. En die ene die neemt maar zolang ze er zin in hebben niet worden tegengehouden. En dit is hier gebeurd. De anderen hebben laten overwalsen tot ze niks meer te geven hadden. Je hebt recht van overpad, maar je hebt ook een geestelijk recht van overpad. Dat is hier gebeurd. Ja. Mm-hmm. En je ziet dat die paaltjes die geslagen zijn, zijn eigenlijk een schreeuw om hulp. Die paaltjes zijn een afbakening van het gebied, maar het is ook een afbakening. Wij willen eigenlijk niet meer dat jullie zo dicht bij ons komen. Ja, precies. Er is van een meet af aan niet duidelijk gemaakt wat de grenzen zijn. Ja, en je ziet wat er nu uiteindelijk van komt. Als je vrienden bent met je buren, dan accepteer je eigenlijk te veel van elkaar. Ja, dat klopt ook. En je moet niet te veel bij elkaar in de pot kijken en zeker niet binnenlopen wanneer je maar wil. Dus jij zou het afhouden? Ik zou het afhouden. Hoe leuk zou ik zijn? Nou, ik zou wel vriendelijk en goed omgaan, maar je moet niet te close worden met elkaar. Oké, Gerda, hoe is dat in Amsterdam-Noord? Want daar is het natuurlijk toch ook wel lekker gebroedelijk naast elkaar. Ja, weet je, ik heb ook leuke buren en ik heb ook minder leuke buren. Ze mogen bij mij allemaal tot aan een erfstukje en daar voor de rest wegblijven. Dus ik nodig mensen uit. Ik laat niet mensen, omdat ik nou een sleutel van de buurman heb, ga ik niet bij de buurman binnen om even te kijken of hij wel lekker op de bank zit. Nee. Of onder de douche staat. Nee, maar ik bedoel, er moet een grens zijn. Ja, en tijdens de hoorzitting probeert meester Visser duidelijk te krijgen hoe deze burenruzie nou eigenlijk is ontstaan. Natuurlijk met het wetboek bij de hand. Welkom, we zijn hier in Beachbar Brandend Zand aan de oever van de prachtige Amstelmeer. Dit heeft natuurlijk allemaal wel wat veroorzaakt. Dat wou ik zeggen. Want u heeft een probleem met de hooischuur, die al 14 jaar zo wordt gebruikt, maar dat wilt u nu niet meer. Uw aanbouw hangt er een stuk over. Ja. Mevrouw Drog mag inmiddels niet meer met haar paard in de paardenbak. Ja, maar daar heb ik geen probleem mee. Ja, nee, u hebt net problemen mee. Ik som even op hoe fijn het allemaal was toen het nog goed was. Ja. Waar het allemaal kennelijk om gaat, is de erfdienstbaarheid. Want dan heeft iedereen zijn mond van vol, ik ook al. Ja. Een erfdienstbaarheid van weg, dat is al heel lang zo. Ja. Maar er is een ruilverkaveling overheen gekomen. Ja, er is een ruilverkaveling in Wieringen geweest. En bij die ruilverkaveling is alles door elkaar gehusteld. Iedereen krijgt weer hetzelfde terug. Maar wat er niet staat, is dat die erfdienstbaarheid ook geldt
voor de paardenbak. Want dat is een ander perceel, daar geldt hij niet voor. Ik weet niet waarom dat bedrijf van Kaveling zo gedaan is. Misschien omdat ze dachten, oh, dat is helemaal geen probleem. Want de paardenbak kan via de eigen grond van de familie Meijer keurig de openbare weg bereiken, die andere kant. Wat hebben ze misschien gedacht? Ik zou het niet weten. Ik kijk even over naar meneer Louis van het kadaster. En mijn ruilverkaveling is alles nieuw. Ja, klopt. En wat er niet in staat, staat er niet in. Nee. Ik kan het niet genoeg waarschuwen in een landelijk gebied als een ruilverkaveling is. Ook mensen die, ik zou maar zeggen, enkel een woonhuis hebben en een tuin. Hou in de gaten wat er gebeurt. Ze kunnen ze vergissen. Nou is het zo dat ook nu, ondanks dat hier die ruilverkaveling, dat hun geen recht van overpad hebben, vinden wij het nog steeds goed dat bij buren gewoon netjes om weer te paarden over ons erf heen mogen. Dat is morgens 2,5 minuut om ze buiten te zetten, hooguit. Okay. En s'avonds misschien 2,5 minuut om ze dus binnen te zetten. U zegt, daar hebben wij geen probleem mee. Onverplicht, nu we horen dat de erfdienstbaarheid voor die paardenbak nu geldt, onverplicht mogen ze over ons land. Wij willen bij onze buren ook niks ontnemen. We willen gewoon dat ze de rest van de erfdienstbaarheid gewoon ze gebruiken. Nou, dat is aardig van de buren. Ja, hartstikke aardig. Ja. De paardenbak is dus dan opgelost. En dan komen we op het heikele punt. U wilt een schutting? Ja, zodat de honden van de buren gewoon... Hun hebben heel veel grond, meer dan ons. Dan kunnen gewoon de honden gewoon buiten, lekker op hun eigen erf. En respecteer gewoon ons erf. Ja. Als het mooi weer is en ik kom smiddags thuis... is al een aantal keer gebeurd dat ik het handvat van het hek bij het pak... en dat ik dan een brul krijg van denk om de honden. Ja, ik denk, jongens, sorry, ik kom mijn eigen erf op. Jouw honden hebben hier niks te zoeken. Dan kan je daar wel een schutting maken. Ja. Maar ik onderhoud ook het gras van de familie Bogaard. En dan kom ik met mijn maaimachine daar niet meer tussen. Wij hebben net de plek hebben ook aangegeven dat in principe als alleen de schutting aan jullie zijde komt, hoeft die schutting voor ons huis niet. En als er nou als Bruin dan komt? Bruin zijn auto die is 2,5 meter, dus die kan er ook op. Bruin die komt maandag en die heeft het al bekeken. En hij zegt als ik achteruit naar jullie toe rijd, dan kan ik mijn klep niet meer open doen. Want de palen staan in de weg. Normaal pakt hij een stukje gras mee. Nou, luister, ik weet niet wie Bruin is. Bruin is de leverancier van de Goede Vermaar. Die komt over het pad. Ja. Achteruit. Die moet hij eerst door het hek heen. Ja. En dan gaat hij achteruit over hun erf rijden. Ja. En waar zet hij die vrachtwagen neer dan? Op ons erf. Tegen ons erf aan. Op ons erf. Ja, maar dat mag natuurlijk niet. Nee, de beste leverancier komt ook af en toe spullen voor ons brengen. Dus wij accepteren het dat die man ons erf oprijdt om de spullen te lossen. Dan lost hij de spullen op ons erf, gedeeltelijk op de groenstrook. Ook wel de spullen van de buur op ons erf. Meestal zorgt de buur dat met een uur binnen is. Met alle respect, nu zitten we hier en alles mag van u. Dus nou mag de vrachtwagen ook gewoon bij u laten lossen. Ja, want hij komt ook vaak voor ombrengen. Oké. Dus dan staat hij daar toch. Nee, maar u wilt van mij weten. Eens één keer in de twee u weken. U wilt van mij weten wat de buren allemaal niet mogen. En als ik dan zeg, nou, volgens mij, en dan zegt hij, ja, maar dat mogen ze wel. Ja, dan kunnen we gewoon naar huis gaan als ze alles mogen. Ja, nou, het gaat mij om hoe de buren het zelf gebruiken. Niet die man die één keer in de twee weken komt. Ja, maar hoe gebruiken wij het dan? Wat ik, twee keer per week even een baaltje hooi halen. Eén keer in de twee, drie maanden een aanhanger hooi halen en dat in het schuurtje leggen. Ja, en dan staat het nog gewoon bij ons voor op het gras. En dan lopen we het even over naar het schuurtje. Ja, aanhanger koppelen we los. Nee. Je zet de auto voor op mijn erf neer en dan ga je los. Dat gaat niet draaien met een aanhanger voor hooi. Nee. Hij keert hem in de bak en dan zet hem dan op het pad. Dat mag dan weer niet? Nee. Ja, raar is dat, hè? De leverancier mag het wel. En als wij een wagentje halen, of als mijn zus de aanhanger halen? Nee, kijk, als haar zus de aanhanger komt halen, komt ze ook achteruit netjes het pad oprijden. Ja. Parkeert de auto op mijn erf, zetten de aanhanger erachter. Dat is niet waar. Gaan even een bakkie doen en dan gaan ze later weer... Ze parkeert op het gras, mijn zus zit daar. Nee. Dus nou ja, je zus praat met jou mee. Nee. Maar hoe wilt u dit allemaal gaan handhaven? Want, ja, dat weet ik dus niet. Want moet daar dan een kleuterjuf bij komen staan? Ik denk het wel, ja. Om bij iedere bezoeker uit te maken of ze er wel of niet mogen gaan staan, dat werkt toch niet? Nee, dat werkt toch niet. Ik vind het ook vrij normaal als er iemand over ons erf heen komt dat mijn buren dat bij mij melden. Waarom? Maar goed, ik constateer dus dat dat allemaal haken en ogen heeft. Die mag wel en die mag niet. Ja, het gaat ons voornamelijk om de honden. Kijk, als jij zegt in de weekenden, in de vakantie laten we de honden binnen. Ik ga weer te werk. Ja. De honden lopen weer bij mij voor. Mijn vrouw heeft nog een week vakantie. Dus omdat ik niet meer thuis ben, of als ik thuis ben, doe je het wel. Dus als de honden binnen blijven, gewoon op hun eigen erf. Ja. Dan is alles opgelost. Dan is alles opgelost. Ik heb zo'n hekel aan mijn honden, hoor. Ik heb geen hekel aan jouw honden, alleen de last van dat geblaf. Bij de voorhek. Het enige wat u wilt is dat de honden achter een hek komen? Ja. Kijk, ik wil gewoon mijn buren wil ik met deze erop wijzen, de erfdienstbaarheid, hoe zij het mogen gebruiken. Ja. En dan? En dat een aantal dingen zoals wij geaccepteerd zijn, hebben, eigenlijk blij mee mogen zijn dat we het zo doen. Maar zo hoort het niet. Nee, maar ja. Het is toch geven en nemen.
Ja, en we willen alleen nemen, ja. vandaag duidelijkheid over waar zijn de erfgrenzen en wat zijn de recht van overheid. We laten gewoon ons eigen erfgrenzen respecteren, ja, omdat we het 14 jaar hebben gepikt. Ach, doe nou toch, Klaas. Nou. Doe nou toch. Weet je wat we gaan doen? Ik zal de juridische puntjes op de i zetten. U wilt duidelijkheid en die gaat u krijgen. Ja. Wellicht dat de duidelijkheid niet altijd vrolijk nieuws is. Maar goed, dat zit er allemaal, dat hoort er allemaal bij. Ik zie u binnen niet al te lange tijd terug in de studio in Zaandam. En dan zal ik u vertellen hoe de zaak afloopt. Ja, en die beslissing van meester Visser kan voor alle partijen verstrekkende gevolgen hebben. Maar wat vindt u? Op uw tweede scherm kunt u nu alvast uw oordeel vellen. En dan voor het panel, de volgende stelling. Ja, de familie Meijer die kan dus ook aan de achterkant. Hè, bij hun achtertuin kunnen ze hun terrein verlaten. Dus dat recht van overpad, dat moet opgegeven worden. Meteen doen, ja. Meteen doen, zegt Gerda. Ja. Geen minuut aan twijfel, daar heeft mevrouw Meijer de rust en daar heeft mevrouw Drogwas recht op. Maar dan moeten ze een hele tuin moeten ze opnieuw inrichten. Nou ja, jammer dan, wil je dan elke dag ruzie hebben? Wat ik zo proef, blaffen de honden bijten niet. Want hij wil wel weten waar de grens zit. Maar vervolgens zegt hij, ja, nee, maar dat mag wel en dat mag wel en dat mag wel. Hij laat alles doen. Dus het is alleen die honden waar hij problemen over maakt. Dan haal je toch die honden weg, dan is het toch klaar. Zijn het alleen de honden? Nee, zegt Frits. Het zijn die honden niet. Deze mensen gebruiken eigenlijk de rijdende rechten. Dat is ook prima, vind ik. Om gewoon hun verhouding bij te stellen. Ik zou lekker mijn eigen uitgangen creëren. Op je eigen terrein blijven. Op je eigen terrein. En dan creëer je ook een stuk rust mee. Mm. Er moeten heldere afspraken worden gemaakt. Heldere grenzen. En daarom denk ik dat straks het woord aan meester Visser... Ja, laten we gauw naar meester Visser gaan, want hij gaat een uitspraak doen. Ja, en zit u thuis, nou ook vast in een burenruzie? Of heeft u een heel ander conflict? Meld uw conflict dan aan, want wie weet komt meester Visser dan bij u langs. Ja, en thuis hebben de kijkers hun oordeel geveld. En zometeen ziet u de uitslag van de mensen die thuis hebben meegespeeld. Maar er kan maar één de echte rijdende rechter zijn. En hier is die, meester Visser. Uitspraak van de familie Drogt tegen de familie Meijer. Ja, partijen willen vooral juridische duidelijkheid. En dat is ook wel nodig, denk ik. En daarom zal ik die nu gaan geven. Familie Drogt hoeft volgens de regels familie Meijer alleen overpad te verlenen vanaf de woning van de familie Meijer naar de Poelweg en terug. Verkeer van en naar de paardenbak hoeft Drogt, als ze dat niet willen, dus niet toe te laten. Want dat is een ander perceel dat geen eigen recht van overpad heeft. Verkeer dat wel over het erf van Drogt mag rijden, mag daar niet gaan staan laden of lossen, laat staan parkeren. Er mag alleen voorbij worden gereden. Maar daartoe moet de familie Drogt te alle tijden voldoende ruimte vrijhouden. Familie Drogt mag haar erf volgens de wet met een schutting afzetten, maar moet daarin een poort vrijhouden van minimaal 3 meter. En die poort mag alleen met een sleutel worden afgesloten als Meijer ook een sleutel krijgt. Meijer op zijn beurt is verplicht die poort na gebruik onmiddellijk weer te sluiten. Familie Meijer moet de deur van de hooischuur dichtmaken en mag niet meer via het erf van de familie Drogt lopen om hooi te halen. En tenslotte moet de familie Meijer ervoor zorgen dat haar honden niet vrij kunnen rondlopen op het erf van Drogt. De schutting met poort is daarvoor een stap in de goede richting. En desnoods moet familie Meijer haar erf verder zelf afrasteren. Het overhangende dak van de schuur van Drogt is eigenlijk niet toegestaan, maar weghalen is geen optie. Dat zou idioot zijn. En dat hoeft ook niet. Ik hoop dat partijen met deze opsomming van hun rechten en plichten weer met elkaar in gesprek kunnen komen. Maar ik begrijp heel goed dat dat heel moeilijk zal zijn. En daarom zullen wij van de rijdende rechter u helpen met verdere bemiddeling door een derde, zodat u weer een normale burenrelatie kunt opbouwen. En ik ben wel van plan om in de toekomst ook nog een keer terug te komen om te kijken hoe het allemaal is afgelopen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u mee doen. Dank u wel. Ja, u wilde beide duidelijkheid. Die is er behoorlijk gekomen. Ja. Heel veel nieuwe regels. Ja, het is niet anders. Ja, kunt u daar vrede mee hebben? Ja. Ja, moet wel, hè? Ja, geeft het dan ook meer rust? Ja, nu jullie weten hoe het zit en waar jullie aan toe zijn. Nou, maar ja, meer duidelijkheid. Meer duidelijkheid, ja. En buurtbemiddeling. Hoe staat u daar tegenover? Kan je niet eerst een plekje geven? Eerst even een plekje geven. Nou, laten we een plekje en een hand hiermee afsluiten.
dan misschien toch weer een goed begin. Ja. Het begin natuurlijk altijd ergens en dat is bij een hand. Ja, dit was Terijn de Rechter. Tot volgende week. Ik wens jullie het beste. Het is been something. Het is been building up and building up. Yeah. Iedereen is anders. Gelukkig wel.